Mijn naam is Albert van Burgsteden. Ik boer hier samen met mijn vrouw in een maatschap en zoon Jan Jort. En wij hebben hier een melkveebedrijf. We melken ongeveer 140 melkkoeien. De melkkoeien hebben een aparte stal, het jongvee heeft een aparte stal. En dat wordt zomers hier allemaal rondom de boerderij gewijd. Het is een gebied die jonge en oude veldontginningen kent, maar die ingesloten wordt tussen een heel aantal beekdalen. En die ruimte, dat is een heel groot open gebied die van Veenhuizen naar Groningen één groot beekdal kent met water, met aan de beide flanken veenweidegebieden. Als je 140 koeien melkt en je hebt 70 hectare eigendom, dan heb je eigenlijk niet voldoende voederbehoeften voor al je vee. En het blijkt dat het beekdal een hele aantal rijke potenties aan grassen heeft die heel goed ingezet kunnen worden voor groeiend jongvee, maar ook voor het wintervoer van de melkkoeien. En dat structuurrijke gras, dat mixen we voor het jongvee in de winter, maar ook voor de droge koeien die in een speciaal rantsoen zitten voordat ze weer aan een nieuw melkgif beginnen. Thuis maaien we veelal rondom de boerderij grote blokken in één keer en in de natuur maaien we dat naar vegetatiestadium en naar gelang als dat de weidevogels zitten in verschillende hoogtes en soorten. En dat doen we in de vorm van mozaïekbeheer. We bemaaien bijvoorbeeld eerst het middenstuk en 4 weken of 6 weken later de buitenkanten. En in een volgend perceel maaien we eerst de buitenkanten en dan de binnenkanten. Soms eens een keer een hoogte laten we staan of een nat gedeelte laten we staan. En we hebben die 50 hectare maaien we dus en weiden we dus in een hele verschillende mozaïek. En die mozaïek komen we eigenlijk 3 keer per jaar helemaal door. Mijn ouders en grootouders boerden op de manier waar iedereen nu weer naar hunkert om naar terug te gaan. Het beeld ontstaat alsof landbouw alleen maar landbouw is, maar dat is dus het gewoon het buiten zijn, het horen dat de kiewieten in het voorjaar weer aankomen en dat je aan het maaien bent, dat je denkt, hey, ik heb daar al een hele poos gezien dat er een aantal weidevogels een nestje hebben zitten. En juist die samenhang, ja, dat boeit ons bijzonder.